16 kernen, 16 dorpen. Mooi leven in Leudal. Burgemeester Desiree Schmalsleger bezoekt de 16 kernen van de gemeente Leudal om kennis te maken met de bewoners. Vandaag op bezoek in Hoorn bij basisschool De Mustenberg en het burgerinitiatief Het Galerieke. Goedemiddag, jij hebt me net rond mogen leiden in je mooie school, maar je had ook nog vragen aan mij. Nou, mijn vraag was, hoe vindt u het nou eigenlijk om burgemeester te zijn? Het is heel leuk om burgemeester te zijn, anders zou ik het niet zijn. Hè? Maar je zegt ook, hoe vindt u het? Hè? Zo van, het kan ook nog eens tegenvallen. Nee, dat doet het niet. Jullie wonen hier allemaal in een hele mooie gemeente. Waar jullie heel erg graag voor elkaar zorgen. Zelfs op deze school zie ik dat. En ook heel creatief zijn en een heleboel ideeën hebben. Dus misschien kan jij iets over jullie leerlingenraad en de ideeën vertellen. Nou, onze leerlingenraad die heeft ideeën bedacht. En die ideeën die proberen wij uit te laten komen om de school beter te laten leuker te maken. Ja, ik heb begrepen dat jullie echt een verkiezing hebben gehouden met echte verkiezingsposters en dat je ook een pitch moest doen. Er was veel animo, begreep ik. Dus dat nog gefeliciteerd daarvoor. Maar wat voor ideeën moet ik aan denken? Nou, bijvoorbeeld, wij hadden gewoon foamballen eigenlijk. En nu zijn het echt voetballen, waar je goed mee kan voetballen. En we hebben we bouwden nieuwe goaltjes en die komen er volgens mij ook nog aan. En iedereen bedenkt ideeën en we kiezen daar de beste ideeën uit. Zo gaat het eigenlijk. En hoe komen jullie tot wat de beste ideeën zijn? Dan beslissen we samen over welke ideeën het beste zijn. En dan kijken we wanneer we wat gaan doen. Dus eigenlijk hetzelfde als een gemeenteraad, hè? Een gemeenteraad krijgt dan ook allerlei ideeën voorgeschoteld. En uiteindelijk, na rijk beraad zeggen ze dan, na de nodige raadsvergaderingen, besluiten ze dan van welk idee doorgaat en hoe. Ja. Weet jij ook nog een mooi idee wat jij te horen kreeg waarvan jij zei, dat heb ik in de raad gegooid? Daar zijn dino's en die waren heel erg losgegaan. En toen kwamen wij met z'n allen op een idee om de dino's te maken. Nieuwe dino's of zijn ze gewoon vastgezet? Dat weten we nog niet. Oh, dus jullie kijken of er een vernieuwing van de dino's moet komen of dat ze misschien gewoon vastgedraaid kunnen worden. Moet ik zoiets bij voorstellen? Ja. Hey, misschien heb jij ook nog een idee die jullie uitgewerkt hebben. Ja, eigenlijk wel de nieuwe ballen hebben we samen uitgewerkt. En wat maakt deze ballen zo bijzonder? Ze vallen niet zo snel uit elkaar. De vorige ballen, als je ging voetballen, vielen ze uit elkaar? Onderhand wel. Dat is ook niks, hè? Nee. Maar dan is het heel goed dat jullie nu fatsoenlijke ballen hebben. En hier spreek ik met de voorzitter. Nou, wat moet je als voorzitter allemaal doen? Want er werd net aan mij gevraagd wat het is om burgemeester te zijn. Maar wat doet een voorzitter? Nou, soms de vergaderingen openen. En dan eigenlijk ook vooral meedenken en mensen de beurt geven. En dat soort dingen. Het is best wel lastig, want je bent eigenlijk ook ergens voor. Maar dat betekent niet direct dat jullie idee wint, zeg maar. Dus dan vragen wij meestal aan de directrice voor hulp. En die helpt ons dan daaruit komen. Dus dat moet ik doen. Als er af en toe iets ingewikkeld, dan neem ik gewoon een directrice in dienst. Help mij. Ja, soms wel. Ja. Ja, en het gaat soms ook om de beste argumenten, hè? Ja, maar meestal zijn het we gelukkig wel gewoon eens. Ja. Bij die ballen lijkt het me niet zo moeilijk, hè? Als ballen uit elkaar vallen, dan zijn we het gauw eens dat er nieuwe ballen moeten komen. Ja, want iedereen wou dat als eerste, dus dat is dan heel snel gekomen. Ik ben hier natuurlijk nu gewoon bij de raad, hè? Maar natuurlijk wil ik ook weten wat het zo mooi maakt hier in Hoorn, op school. Nou, het is niet te groot en het ligt gewoon dicht bij de stad. Dus als je echt iets nodig hebt, bijvoorbeeld naar de outlet gaan, dan is dat niet te ver weg. Maar hier is het ook gewoon lekker rustig en je kan hier goed spelen. Je vindt het fijn dat het lekker rustig is? Ja, want in de grote stad is er altijd wel iets. En hier is het gewoon, iedereen kan gewoon
lekker zijn gang gaan. En je kunt lekker spelen. Je hebt niet zoveel last van het verkeer. Er zijn hier nog plekken waar je gewoon kan spelen. Ja, dat zeker. Ja, ik hoor natuurlijk hier allemaal waarom jullie het hier zo fijn vinden. Maar er zijn vast ook nog dingetjes, behalve die ballen dan, die beter kunnen. En daar heb jij wel ideeën bij. Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld wandelpaadjes door het dorp geplaatst kan worden. En bij het veldje dat er vooral een speelplaats is voor de kinderen en voor de brugklassers, de oudere kinderen. Dat iedereen eigenlijk wel daar welkom is. Willen jullie die samen laten spelen of juist een beetje apart? Juist een beetje apart. En waarom? Sommige kinderen worden bang van die grotere. Die vinden dat niet heel fijn als hun bijvoorbeeld met grotere kinderen moeten spelen of praten. Of om. Nou zie ik dit als een hele leuke gezellige school. Maar dan ga ik aan jou vragen, is dat ook zo? Meestal wel. Er zijn veel kinderen waar je ook altijd mee kunt spelen. Er wordt veel. Je kunt samen voetballen, je kunt ook je eigen gang gaan. Maar het is al, je hebt altijd wel iemand waar je mee kunt spelen. Je hebt hier genoeg vriendjes en vriendinnetjes. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog gewoon, je moet iets leren op school. En gaat dat op een leuke manier? Ik vind van wel. We hebben Chromebooks waar we zeg maar een speciaal site-achtig voor hebben waar we fijn op kunnen leren. En dat vind ik wel makkelijker dan gewoon uit een boek. Oh, dus je vindt het feit dat we op school alles digitaal gaat, dat vind je wel echt een vooruitgang? Ja, want in het boek raakte ik sneller afgeleid. Oké, want op Chromebook wordt meer met plaatjes gewerkt? Ook, maar je kunt het ook, je mag zeg maar, je kunt typen in plaats van met de hand schrijven. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon fijner. Hebben jullie ook een speciale manier en een speciaal vak dat op een speciale manier wordt gegeven? Ja, IPC. Je gaat dan allemaal dingen onderzoeken. Je hebt bijvoorbeeld het thema chocola. Dan ga je hoe wordt chocola gemaakt. En zo'n dingen allemaal. Chocola denk ik lekker, cacao. En vertel verder. En welke het gezondste is. Is er gezonde chocola? Ja. En de chocola met een keurmerk waar geen kinderarbeid aan is. Op die manier? Ja. Dat is wel heel mooi. Dankjewel. We hebben vandaag weer een school bezocht hier in Horn. De kinderen die denken ook actief mee, de leerlingenraad. Het waren toch wel verrassende dingen die eruit kwamen, hè? Ja, ze hadden echt goed nagedacht. Ze waren sowieso heel enthousiast. Er was een echte verkiezing geweest. En het was niet zo dat er maar evenveel kandidaten waren als gekozenen. Nee, er waren er 40 en uiteindelijk maar 8 over. Dus daar hebben ze echt hun best voor moeten doen. Toen hebben ze al ideeën moeten neerleggen. Ze hadden het over het schoolplein, een speelveldje waarbij ze aangaven van goh, ja, daar zijn hangjongeren en er zijn kleine kinderen. En dat matcht niet met elkaar. Zou dat niet een klein stukje uit elkaar kunnen? Dus ze waren echt met echte problemen bezig om op te lossen. In tegenstelling tot dat het alleen maar gaat over dat er nieuwe speelballen moeten komen. Nee, dat was serieus werk. Er zat altijd een bakkerij en die stond al een tijd leeg en toen heeft u met z'n allen een burgerinitiatief gestart. De bakkerij die is op een gegeven moment hier weggegaan en toen heeft een mevrouw het gekocht, maar zij woonde hier alleen, dus gebruikte het winkelpand niet. Dus de winkel stond altijd leeg. Nu had ik een aantal jaren geleden het idee, omdat ik zelf schilder, god, wat zou een leuk idee zijn als je de leegstand in Horn al een beetje kon opheffen door er een hobbywinkel van te maken. Andere mensen, heel veel mensen in Horn, die hebben een hobby. Ik denk, als we dat nou eens samen kunnen voegen, dan heb je en een laagdrempelige inkom en er is weer één winkel
gevuld. Nou, zo is het gekomen. Ik ben toen naar dorpsoverleg Horn gegaan, want die ondersteunen dat dan. Nou, ze vonden het geweldig. En die hebben me dus ook heel erg geholpen met denk aan dit en denk aan dat. Nou, en zo is het. In één keer rolde het eruit en deze mevrouw die zei van, leuk, kom. Ik vind het geweldig. En zolang zitten we hier al. Het pand is inmiddels wel verkocht aan de stichting Dichterbij. En die moeten nog beginnen met verbouwen, maar zij zeiden, blijf maar lekker zitten. Het is leuk. En pas als wij gaan verbouwen, dan zien we wel, of misschien met een samenwerking. Het is een geweldig initiatief, hè? Want in Zuid-Limburg, waar ik een tijdje burgemeester mocht zijn, hadden we Streetwise. Maar dat werd toch wel georganiseerd. En hier wordt het gewoon gedaan door een burgerinitiatief die zo de winkelleegstand aanpakt. En ik vind het ook heel mooi dat je gezamenlijk zo'n winkeltje maakt van vooral veel kunst en ook heel veel huisnijverheid, hè, ambacht. Dit is bijvoorbeeld gevild. Hier zit een zeepje in. Je kan gewoon wassen en dan wordt het alleen maar erger gevild. Oh ja, natuurlijk. Dus dat kan ja, je gebruiken. Ja. Ja. En de kast die daar staat, die hadden we eerst en ja, die viel eigenlijk van de ellende uit elkaar. Nou, dan hebben we die gewoon helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en geverfd. En nou, dan hebben we weer een kast. En dan, ja. Ik heb een variatie aan schilderijen. Die kleurige, dat is een van een beginperiode dat ik gewerkt heb. En dit is van een van de laatste periodes waar ik mee bezig ben. En dan is die daar hangt. Ja. Die vierkant, dat is er ook hoort erbij. Dat is eigenlijk... De mensen maken het thuis. En we leggen het dan hier neer. We proberen een beetje met thema's te werken. En we doen dan dus ook om de beurt de winkel bemannen. Hè? Dus we werken ook nog volgens een dienstrooster. Maar inmiddels zijn we met 12 personen en het is al één grote vriendenclub. Het is gewoon geweldig. En ook de mensen in Horen die zeggen van wat leuk, wat gezellig. Ze komen langsgelopen, ze lopen naar binnen. Dus we hebben ook nog een sociale functie. Ja, ik denk dat je, praatje, hè, precies, vaak. Je loopt hier even gezellig binnen, bekijkt weer wat en neemt een kopje koffie en iedereen blij. Ja, dat is ook zo. En ik ben ook dus dorpsoverleg heel dankbaar, dus dat zij mij daarbij geholpen hebben. Sinds kort zijn we begonnen met workshops voor kinderen van de basisschool. Inmiddels hebben we er 2 al gedaan en die zitten ook echt, we gingen het vragen en meteen binnen 3 dagen zaten 6 workshops helemaal vol. Dus de kinderen zijn erg enthousiast en die 2 workshops die geweest zijn, nou, die kinderen en degene die de workshop gegeven hebben, die waren zo enthousiast. En wat doen ze tijdens een workshop? De eerste workshop was tasjes pimpen. Afgelopen woensdag hadden ze zeepkettingen maken. En dan hebben we 2 workshops met allerlei verftechnieken. En dan 1 workshop was kaarten maken. Ik denk dat we nog wel een herhaalronde krijgen. Kunt u iets over alle kunst die ik zie om me heen vertellen? Een mevrouw die maakt carnavalskleren. Ze is dus nu voor 2 maanden ingestroomd. Nou, en dan binnen verder in de winkel hebben we nog veel meer. Hè. Wenskaarten, leerbewerking, weven, tasjes maken. En dan ieder die thuis veel wat maakt en dat hier tentoon wil stellen, die kan zich hier melden? Die kan zich hier melden en dan draai je mee in de groep. Het is wel, dus je moet echt op amateuristische basis bezig zijn en meedraaien in het rooster. Dus het is een hobby. We zijn nu bij het Galerieke en dat is een geweldig leuk burgerinitiatief. Ja, dat is sowieso mooi om te zien hoe burgers het oppakken daar waar andere instellingen nodig hebben om de leegstand tegen te gaan. Hier is het echt middels burgerinitiatief gewoon gedaan. En ze hebben het reuze gezellig met elkaar. Er zijn prachtige werken die hier hebben. Dit mooie jas die helaas mij te groot is voor de carnaval. Ze spraken prachtige dingen en ze hebben het heel goed met elkaar.